dan, jongens. Hou hem op! Oh, wat erg! Wat is hier nou? Oh, nee, dit kan echt niet. Nee! Hou op! Want dat is het vandaag. Alles is oranje. Oh ja. Aten. Hallo. Als jij nou... lang leven de koning roept. Ja, dat jij klapt. Lang leven de koning. Hiep, hiep. Hoera. Dan pak ik hem af en dan kun jij... Trap ik hem af en dan kun jij erover in. Oké. Okay. In 3, 2, 1... Lang leven de koning! Hoera! Yes, en wat een feestelijke uitzending. Koningsdag, prachtige dag. Alles oranje aangekleed. Feestelijke uitzending, Jan. Ja, als je voor het koninklijk huis bent, ik ben er tegen. Ik ben een republikein in hart en nieren. Ik vind het zo'n dom duur toneel stukje. En die man heeft nog alles te vertellen ook. Het is gewoon de baas van het land. Oh, we leven in een democratie. Terwijl die pannenkoekjes in zijn baas van de Raad van State. Het hoogste rechtsprekend orgaan van Nederland. Het is totale onzin. Weet je wat het kost? Een poppenkast. 345,5 miljoen per jaar. Om een paar van die mensen een beetje te onderhouden. Maar goed, het is een feestelijke uitzending. Overigens dus... kun je vertellen, die gasten die doen zichzelf van oranje. En daarom hebben we al die rare troep aan. Maar ze zijn niet eens familie van oranje. De laatste van Nassau Oranje. Die wonen in Wiesbaden, Duitsland. Het is een feestelijke uitzending. Nee, maar de enige man die Jan! Eigenlijk... Het is een feestelijke uitzending. En dus houden we het feestelijk. Iedereen viert nu feest. En dat doen wij ook. Waar ben jij op dit moment? Ik zit een godverdomme naast je. Ja, maar op het moment dat we dit uitzetten. Ja, dan zit ik lam op het terras ergens. Maar met tegenzin. Want lang leven de Republiek! Lang leven de Republiek. En er was deze week nog veel meer feest. Ja, hè, want nu vieren we de verjaardag van de koning. Is Koningsdag de verjaardag van de koning? Ja. Hij is vandaag jarig. Ja. Maar koninginnedag... Wat dacht jij dan? Nee, maar koninginnedag viel op dezelfde dag. Nee, de koninginnedag was de 31ste. Hij is echt jarig. Ja, en toen was volgens mij Juliana jarig. Op de 31ste. Nee, of Wilhelmina. Nee, het ging om Maxima. Nee, Beatrix. Nee. Ja. Ja, nee. Ja. De datum is nooit veranderd. Want Beatrix is op een andere dag jarig. Volgens mij was het de dag van Juliana. De geboortedag van Juliana. Maar dit is echt de geboortedag van Willem-Alexander. Ja. Gefeliciteerd. Zo. Ja. Maar goed, het was bij ons het hele weekend al feest. Want wie was jarig afgelopen weekend? Celine. Ah, Celientje. Ja, jouw zus. Wat een schat van een meid is dat, hè? Ja, hè? Hartstikke leuke griet. En Celientje verjaardag werd gevierd, daar hebben wij beelden van. Ach. Het begon natuurlijk in het feestje in Mazzel's Caféetje. Oh, met kaasboerken? Ja, ja, ja. Nou, ja. Ik ben benieuwd. Hoe ziet het eruit? Kijk, en wie staat eraan? Wie is die meid met die touwtjes? Dat is een vriendin. Hé, hey, oh, dat is Marcelleke, hè? Ja. Ach, jezus. Kankerstraalt hij er vanaf. Oh, hij valt er bijna vanaf hier. Oh, biljart. Oh, die kan niet meer recht staan. Oh, jezus. Oh, wat een familie, hè. Godsamme, raken we dan lawaai allemaal, zeg. Keur leren. Maar goed, je ziet wel dat het een hechte familie is. Slintje is op het biljart aan het zingen. Er staan allemaal andere dikke meisjes uit Twente onder te dansen. En op een gegeven moment probeert het kaarsboerke ook op het podium te klimmen. Ging bijna niet goed, hè? Nee. En daarna gingen we natuurlijk door naar de echte feest-eindlocatie. En waar kun je nou het best je feestje vieren in Enschede? Nou, dat zal wel Santé wezen. Santé. Mijn vader zou meegaan, dat is niet gelukt. Die Want? Is tegen de verwarming aangevallen. Ah. Dat is echt waar ook nog. Echt waar? Ja, dat is had echt die waar. Had hij verwondingen? Nee, dat niet, maar ging daarna wel naar bed. Dat ging niet meer. Had hij net even een slokje te veel op? Even het tweede kratje was even te veel? Maar dat kan gebeuren op een verjaardag. Zeker. Dus hier het vervolg bij Santé, zonder mijn vader. Leuk. Oh, dat is best wel een meisje, wie is dat? Oh, dat is die van jou. Oh, die staat ook daarnaast, die staat er ook vast te houden. Ja, die was mee. Maar die kent Celientje dan net een week. Dat klopt. Ga op Celientje. Hoe zag het eruit? Gezellig. Ja. Leuk, Dennis. Heb je nog meer familiekiekjes?
Nog iets met je moeder toevallig? Die heeft niks van zich laten horen op dat feest. Nou, is ook niet leuk. Helaas. Maar er was wel iemand anders die was boos naar vorige week. Want jij hebt vorige week wat dingen gezegd over Santé. Ja. Het enige wat ik heb gezegd is dat het eruit ziet als een Oost-Duits café. Ja. Dat het interieur en de gezelligheid en zeg maar de mensen die er komen op één lijn liggen. Ja. Namelijk, wat bedroefd. En is Dennis Curry? Nou ja, ik was natuurlijk wel blij dat Dennis mij heeft gevraagd om te reageren op jouw aantijging aan Santé Enschede. Maar het is natuurlijk wel een dingetje om mijn café af te schilderen als een Oost-Duitse kroeg. Daar waar Dennis vooral naar gewicht kijkt. Hè. Zwaarder dan 35 kilo, maar niet meer dan 55 kilo. Leeftijd onbelangrijk. Kijk ik juist naar de juiste leeftijd. Die past bij Santé. Jezus Christus, kan het uit? Wat een oude hoer. Zorgt mijn team ervoor dat Santé Enschede de talk of the town is. En daar ben ik best wel een beetje trots op. Maar voorheen, hè, dus met het Oost-Duitse karakter zoals jij zegt, had je eigenlijk best goed kunnen passen. Denk ik. Want het stond bekend als de alimentatiebar. En ja, met jouw romantisch verleden blend je dan perfect in. Ook qua postuur hoor trouwens. Want er waren wel meer mannen die geen nek hadden en gelijk met hun onderkin vast op hun romp aan de bar zaten. Hè? Maar laat ik nu niet gelijk tot jouw niveau dalen. Hè? Want dan is de bodem eigenlijk nog te hoog. En je een toereiking doen. Kijk, kom gewoon eens een keer gezellig langs, hè, in dat Oost-Duitse pakkie van je. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. En dan op een vrijdagavond of een zaterdagavond. Hè. En dan drinken wij gezellig een biertje op. En dan mag je nog eens genieten van de dance moves van Celine. Wat vind je daarvan? Lijkt me toch een stevig plan. Hè? Hou hem goed vast en niet te hard knijpen. En ik zie je gauw. Toedeloe. Nou, kijk, dat wij natuurlijk al merendeel van jouw, laten we zeggen, licht gehandicapte familie die show in hebben getrokken, is één ding. Maar dat nou de eigenaar van jouw stamcafé hier minuten krijgt met het slappe gouden hoer van, dat is toch helemaal niet te geloven. En waarom beledigt deze Adam Curry mij? Met wie denkt die man dat die is? Met jou is Duitse uit de kroeg in Enschede. Hij komt uit Ibiza. Oh, nou dan zeg maar genoeg. Maar en dan moet ik naar Enschede rijden om met hem een biertje te drinken in de Santé? Gewoon een keertje in Santé. Nou, ik zal erover nadenken. Heel goed. Wat een oude hoer zeg. Wat leren. Wat heeft die man die tap bier in een oude kuttent in Enschede? Nee, vrouwen zijn gek op hem in Enschede. Ja, dat is allemaal wel. Maar het stelt toch allemaal geen reet voor die gozer. Dan begint hij een beetje mijn tijd af te zeiken. Dan gaan we de uitzending vol met scoops. Heerlijk. Ja. En gaan we naar de eerste. En gelijk, hebben we gelijk al die gelijk, eerste? Gelijk. Scoop! Suikerfeest bijna, hè? Nou, over suiker gesproken, een kosmisloop van die ene hap. Nou, vertel, wat is er, welke scoop hebben we? Scoop 1. Scoop 1! Scoop 1, wat? Heb je dit ook bij het suikerfeest liggen, denk je? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat ze daar van dat ingemaakte fruit hebben. Het is nu wel hip dat allemaal BN'ers het suikerfeest vieren. Is dat ook wat voor ons? Nee. Of een keer meedoen aan de iftar? Nee, want ik ga toch de hele dag niet eten en niet drinken. Sodomie erop. Nou, schiet op. Oké. Okay. Nou, dan kwam het OM natuurlijk naar buiten dat ze nu officieel onderzoek wordt gedaan tegen de verdachten van The Voice. Hè? Marco Bussato, Jeroen Rietbergen, Martijn Niemann en Ali B. Ja. Er zijn 5 aangiftes tegen die 4 personen. Ja. Dus eentje heeft er 2. Ja. En dat is? Ali B. Ali B, precies. Dat rijdt ook op 2. Dus die andere 3. Ali 2. Nou, oké. Okay. Ga door. Nou, ja. Nou, dan komt nu een dag voordat het bekend werd. Hè, er is een meisje die praat de hele tijd op Instagram tegen mij. Die wil iedere keer met mij op date. Oh. Maar ik vind dat meisje, ik vind gewoon lelijk wijf. Dus ik wil niet met haar op date. Maar ze hield me. Ja, je hebt toch ook wel eens een dame jouw bericht die je niet zo mooi vindt? Ja, maar als, is het nu zo dat jij straks gaat vertellen wat zij vertelt? Dan weet zij dat jij haar een lelijk wijf vindt die niet met jou op date mag. Nee, maar dat weet ze al. Heb je dat gezegd? Dat we niet op date gaan, ja. Maar heb je gezegd dat ze je een lelijk wijf vond? Nee, dat. Nou ja, goed. Maar heeft ze maakt het ook uit. Schiet op. Mooi karakter. Ja. En die dame stuurt mij eerst een screenshot van een gesprek van een vriendinnengroep. Ja. Waar Desi Piras in zit. Nee. Ja.
Daisy Piras. Ja. En waar moet ik die nou weer verkennen? Dat is de vriendin van Luca Borsato. Wie? De zoon van Michael Borsato. Ja. Ja. Oh, ja, 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 ja. En dat stuurt ze dus zondag. En zondag werd er gestuurd. You, vandaag, sorry, maandagochtend. Vandaag komt er, als het goed is, in het nieuws dat er een nieuwe aangifte is gedaan tegen Marco. Oh. Dus ik kijk even, wie is nou Daisy Piras? Nou. En zij is dus vriendinnen met de vriendin van de zoon van Marco Borsato. Jeetje, jeetje, jeetje. En daardoor heb ik allemaal scoops. Begin maar. Ja, begin maar. Nou, allereerst, die aangifte die tegen Ali B is gedaan, die nieuwe. Ja? Diezelfde vrouw heeft ook aangifte gedaan tegen Marco Borsato. Oh. Ja. En, maar dat, hè, maar dat lees je nergens. Nee. Zo. Ja. Aardige scoop. Dat is één. Hè, dus er is één aangifte tegen Marco Borsato van, nou dat, ja, meisje, dat hij met die 15-jarige meisje, ja, die, ja, onder het broekje ging. Ja. En dit is dus iemand anders, dat is onbekend, maar die persoon is zowel door Ali B als Marco Borsato aangerand. Zo de mieters. Ja. Hoppatee. Nou, ja, heftig. Mooi nieuws. Ja. Mooi. Ja, voor heftig nieuws. Dus het zou niet zelfs kunnen nieuws dat het een trio was. Zou kunnen. Eens per maand gaan de Borsato's plus de aanhang met Knoops. Dat is dat. Ja, Gertje Knoops. En, de, ja, en zijn zus. Weet je, die broer en zus, dat toch? Twee advocaten. Die Knoops, dat is de advocaat van Borsato. Ja. Ja, dat is broer en zus. Man en vrouw, tante en oom. Wat is het? Wie? Oh, mevrouw Hamburger. Knoops. Die mevrouw Hamburger. Mevrouw Hamburger. En die man heet? Gert-Jan Knoops. En die vrouw is zijn vrouw? Mevrouw Hamburger. Goed. Dat is een vrouw, ja. Ja. Die heeft mevrouw Hamburger. Oké. Okay. Dat is dan, wat ik dan jammer vind, is dat Gert-Jan Knoops Gert-Jan Knoops heet en niet Gert-Jan Cheese. Nee? Goed, eerst Borsato's gaan de Borsato's plus dan aan. Dat was hij, mevrouw, cheese hamburger. Ja, ik begrijp het, maar ik vind hem niet leuk. Oh. Eerst per maand gaan de Borsato's plus aanhang met hun zitten om de stand van zaken te... Hij zou dan Geert-Jan 1 heten. Dan heet ze 1 hamburger. Of Geert-Jan, doe mij maar. Doe mij maar. Doe mij maar hamburger. Ik zou je vertellen. Ik had vroeger een verkering met een meisje die heette Van der Ham. En haar beste vriendin heette Burgers. En toen had ik, dacht ik, als Nina met z'n tweeën gingen scharen en een stelletje worden, dan zouden ze Van der Hamburgers eten. Dus dan... Heerlijk. Misschien dat dit een beetje de humor was bij jou in huis, maar... Nee. Nee, ik kom niet helemaal over. Maar goed, we zitten midden in de schoep. Maar het is dus niet zijn zus? Nee. Want dan, hmm? Als het zijn zus was, dan heette ze... Knoops. Ja, maar zij nu... Hamburger. Precies. Dit is een... Vrouw. Zeker. Mooi. nou goed, die zaten dus met z'n allen bij elkaar. Eerst van maat Leontien, Marco, de Knoops en ook al die schoonkinderen. Ja! Nou, en hierin toonde Knoops, hè, want die liet dan iedere keer zien wat er allemaal was. Ja, ja. En komt hij, dat heeft hij helemaal afgedrukt. Appjes die Marco naar zijn affaires had gestuurd. Oh! En nu komt weer een scoop. Marco stuurde in die appjes... Maar nou... Gadver... Ja, ik lik het ook van jouw vingers af. Nou. Hé, hé, hé. Ja, maar je hebt van die vieze vingers. Ah, joh, dat is... Ja, je smeert dat niet aan mijn tafelkleed. Kom op, Jan. Ja, lik het er dan goed af. Nee, lik het zelf eraf. Dat ja, is toch heb jij het eigenlijk. Dat was een klein stukje. Als jij weet waar deze vingers vanmorgen nog hebben gezeten... Nou. Vast weer zo'n gitzwarte dame. Nou, helemaal goed. Schiet op. Is het goed eruit? Nee, weg. Er zit overal die troep. Ga door. Scoop, we waren bij Scoop. Ja. Mevrouw Hamburger en Gerda Knoops. Die lieten de appjes zien, ja, die Marco naar zijn affaires had, ja, gestuurd. Daarin stuurde Marco naar zijn affaires structureel foto's van Leontien. Niet. En zij teksten in de trend van... Gadver, die krijgt een oude kop. Vervolgens becomplimenteerde hij de andere vrouwen. Hou op! Ja. Maar dat geloof ik niet. Ja, dat geloof ik niet. Want daar zat Leontientje nog bij. Hmm. Leontien heeft vervolgens besloten dat ze officieel gingen scheiden. Maar wacht even. Un momento. Dat is vreemd. Want wie betaalt Gert-Jan Knoops en zijn zus, mevrouw Hamburger? Marco. Marco.
Dan laat zijn advocaat van Marco toch niet die berichtjes zien waarin Marco zijn eigen vrouw een lelijk konijn noemt. Nee, maar wat daarin gebeurt, ze hebben gewoon afgesproken met elkaar dat iedere maand een moment was dat ze met z'n allen aan tafel zaten en dat alles op tafel werd gelegd. Zodat ze alles van elkaar wisten en dat zij in ieder geval niet meer tegen elkaar logen. Oh, en dus ze zeiden van, één ding, alles open en bloot. Iedere maand. We vertellen gewoon alles. Ja. Dan had ik toch, als ik Marco was geweest, tegen meneer Kroop gezegd, even één ding, deze is niet handig. Ja, nou ja, dat is dus niet goed. Maar laten we eerlijk zijn, Leontien Ruiters, zoals ze tegenwoordig heet, want ze is Borsato af, ja, is ook een beetje een ingezakt gebakje. Ja. Nee, maar het ziet er prima uit. Maar is dan wel, ja. Ja. Die hangt tegen het TRT'tje aan. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Maar het is onaardig om dat te zeggen over je eigen vrouw, Marco, als je andere vrouwen wil wippen. Je kan ook zeggen... Of meisjes. Meisjes. Nog een scoop. Ja, nee, het houdt me niet op. Door alle ellende. Ja, hallo, mag ik even afmaken? Is het weer met het oog op suikerfeest? Nee, dit was een... als jij zoekt op de radio... Hmm. En als je dan zo in de ether... Hmm. Zeg maar in het hele al op zoek gaat naar buitenaards leven... dan hoor je dus dit. Dus zeg maar. Over alles is nagedacht, alleen het wordt niet vaak erkend. Goed, en heb jij wel eens wat gevonden als je aan die knop draaide? Nee. Mijn hemel. Het is echt waar. Ja, oké. Okay. Ja, ik word gewoon niet geloofd. Ik heb niet het gevoel dat ik serieus word genomen in dit programma. Dat is jammer. Goed. Het is toch ook leuk dat mensen ook wat kunnen opsteken van deze show? Ja, dat iedereen nou zo straks op zijn allen. Ja. En als je het goed doet, wat hoor je dan? Hallo. Dit is een masmannetje. Nee, hoe vaak heb jij dat gehad? 2 keer. Oké. Okay. En? Wil je doorgaan? Goed. Leontien, zijn uit elkaar. En Leontien drinkt... Nu iedere dag en zit iedere dag aan de drugs. Hè? Ja. We hebben zo'n beetje... Dagelijks krijgen we brieven en informaties binnen van de heer Plasman. Dat schijnt één van de beste advocaten te zijn van Nederland. De advocaat die het beste is op dit moment is meneer... Ribbit? Nee, dat is de duurste. Dat is de duurste. Ja. Nee, Wie? Knoops? Kroops. Ja. Het zou mij een goed ding zijn als we geen sommatiebrief krijgen van de heer Kroops. Hoe kom je erbij dat Leontien aan de drank en de drugs zit? Nou, dat meisje wat iedere keer met mij wil afspreken. Ja, wie zei dat? Die is bevriend met Daisy Piras. Wie? En die is toen vernomen met Daisy Piras en ziet daarom ook wel eens Luca. En die spreekt ook met Luca, de zoon van Marco. Marco en hij vertelt, nadat hij een fles wijn op had, en dan citeer ik haar letterlijk, dat zijn moeder nu iedere dag aan de drugs zit en aan de drank. Dat zegt de zoon van Marco Borsato? Ja. Oké, maar dus als ons gevraagd wordt in een kort geding... Hoe komen we hier aan? Dan kunnen we zeggen... Ja, van de zoon van Marco. Ja, indirect. Maar dan gooi ik dat meisje wel voor de bus. Oh, mooi. Niks aan. We gaan naar Gio en Jadana. Jadana! Ja, al een tijd niks van gehoord, maar toch ineens... Geen tegeltje. Slecht. Oh. Ja, er is wat verschrikkelijks overkomen voor de familie Latoy. Want je spreekt niet alleen over Gio, ze vloggen met z'n allen. Nou, leuk. Moeder, vader, zoon, dochter en schoondochter. Is er een dochter? Ja, Milani Latoy. Hoe oud is die? 18, 19. Ziet hij er net zo uit als Gio? Ja. Ga maar door. We gaan gelijk naar binnen, jongens. Oh, er wordt gefilmd even. Denk ik. Oh, wow. Dat is wel heel raar gelijk. Wie is dat meisje met die bril? Is dat Jarana? Dat is zijn zus. Oh. Denk ik. Kijk dan, jongens. Hou op! Oh, wat erg! Wat is hier dan? Oh. Nee, dit kan echt niet. Nee! Wat is er nou zo... Hou op! Wat is er nou zo erg dan? Dat is... Je ziet die poes opgebaard liggen. Dat is godverdomme. Dat is zo'n afscheidplekje. En dan gaan ze met z'n allen naar binnen filmen. En dan ligt die kapper op een bankje. Wat is dit nou? Jezus Christus. Dat is toch...
Dat is toch raar? Ja, wat dacht je dan? Dat ze die kat direct erover weer gooien. Maar die kan je thuis dan toch ook op de bank verleggen? Doe het dan niet je speciaal zin. Oh, kijk, daar heb je hem. Ja, hé. Nou ja, gaan we door. Maar goed, die kat die is dus... die is dood. Die had kanker. Niet. Ja. Ah, wat vervelend. Die had wel televisie kunnen winnen. Als het had gered, hè? Ja. Maar goed, die kat is nu 2 dagen geleden overleden. Ze neemt nu afscheid van de kat die op gebaar ligt. Ja, sorry dat ik moest lachen. Dat was niet leuk. Ja. Zit hij nou te kijken naar de camera en begint hij aan te huilen? Mooier dan ik verwacht had. Ja. Mooier dan ik verwacht had. Het is net die rechte. Nee, het is heel raar. Nou ja. Hoe kan het nou? Kanker. Ik ben heel blij dat we ze nog zien. Ah, dit is toch niet normaal? Met die camera erbij. Wat voor wiel zijn we terecht gekomen, jongens? Nou, die moeder die moet ook op zoek naar een nieuwe hobby of wat? Nou, sorry hoor. Ik heb ook wel eens een DJ kwijtgeraakt, moest ik ook wel even huilen, maar dat is niet zo. Hier naar me naar kijken, joh. Hou eens op, dat is godverdomme geen kind dood. Dat is zo raar dat je denkt dat ze nog gewoon opstaat. Ja, dat heb ik ook wel een keer. Als ze nog beweegt of zo. Ik zie dat dan niet bewegen, maar... Ja, dat dacht ik ook. Het lijkt net alsof je de buikjes ziet of zo. Ja, ja. Wat een gekke huis dit, zeg. Die vriend van die zus denkt ook, die zijn er goed bij. Dat is de enige die een beetje op afstand blijft. Kijk, die moeder... Ah, die zit zwaar in de overgang, joh. Die heeft gewoon opvliegers. Die moet gewoon huilen om hele andere dingen. Mag ik heel eventjes wat zeggen? Kijk. Natuurlijk kan je verdrietig zijn over het verlies van een huisdier. Ik had vroeger Boef, een hondje. Oh. Was een hele schattige hond. Die ging dood. Vond ik niet leuk. Nee. Ik had een eigen poes, die had een beertje. Ging ook dood. Vond ik ook niet leuk. En daar heb ik echt wel een traantje om gehuild. Niet zo hysterisch als deze mensen, want dat doe ik... Want wat moet je nou doen als stel dat er iemand in de familie doodgaat? Hoe ga je dan reageren? Gaan ze zichzelf dan, weet ik veel, gaan ze dan zelfs met een stuk hout slaan of zo? Gaan ze zichzelf in hun armen opensnijden? Wat geen tip is overigens, hè? Wat lijkt dan weer gefilmd? Punt is natuurlijk... Dit is gewoon inhoud voor die vlog. Want anders zeg je toch... Zo'n moeder, of zo'n vader, die zegt dan... Flik jij even op met je camera, vriend. Want ik ben gewoon heel verdrietig. Want Abigail is dood. Even opflikkeren nou. En dan kan je heus wel een filmpje maken, weet je wel. Dat je van, nou, we gaan nu naar binnen. Abigail afscheid nemen. En dan kom je terug met je rode ogen. En je zegt, nou, het was heel heftig. Abigail afscheid genomen. Maar dit is gewoon, dit is exhibitionisme is dit. Maar dit duurt ook minuten. Maar dit is exhibitionisme is dit. Niet of zo, hè? Nee. Dit staat nergens op. Oh, die zachte haartjes van. Zachte haartjes van er. Waar is Jade Anna trouwens, die jankert? Die is niet bij. Nee. Oh. Dat is het mooiste wat we. Tenminste, ja, het mooiste wat we kunnen doen. Zo. Wat zegt die? Dat is het mooiste wat we kunnen doen. Dat lijkt wel of we. Die piano die hij er dan achter monteert? Of zou dat iemand piano spelen? Nee, die heeft hij erachter gezet. Nee. Maar die moeder die moet echt in therapie. Daar is meer mee aan de hand. Nee. Louise. Ja, maar kom op, die is een kat dood. Ja. Koop je nieuw of niet? Ja. Nee, maar kom op. Dat gaat maar door, joh. Ze lijkt trouwens heel erg op mevrouw Kaag. Heb je dat ook gezien? Oh, kijk, wat zit er nou in haar handje? Wat denk je? Helemaal koud. Helemaal koud. De neusje is een beetje verkleurd. En de neusje is een beetje verkleurd. Die vader is... Oh, even een ander standpuntje. God zal mij kraken. En die vader die zegt... Oh, die jongens zullen we hiermee voor me ophouden met het rare gedoe. Straks wordt ze hier gecremeerd.
Dan gaat ze dus de oven in en dan kan ze opgehaald worden. Dan krijg je dus in een eurentje zoals we met Kiara toen ook kregen. Eigenlijk. Een eurotje? Een eurentje. Dus, geen eurotje, het kost wel eurotjes. Dan ben je bij je grote zus. Dan ben je bij je grote zus. Nu ben je bij je grote zus, zeggen ze. Op de eeuwige jachtvelden. Ja. Baby. Baby? Baby. Die kat was niet bestraald, hè, zo te zien. Nee, die heeft al zijn haar nog. Ja. De enige pakale poes die er is, die is van, ja, Anna, die is niet. Je denkt dat zij zich niet scheert? Moeder? Ja, nee, dat niet. Is toch echt absurd? Dit is toch absurd, Dennis? Ja, dat gaat ook maar door. Kijk, wat wel mooi is, is dat ze een kattenpootje af laten drukken. Deze is van Bibi. Die had ze nog al. Haartjes in een kattenpootje. Ja, ja. Ze, plus ik zag hier mijn haartjes. En de moeder gaat ook nog even filmen. Ja, die vlogt ook. Hier listen dan, kijk eens wat een mooie kat het is. Die moeder vlogt ook. Dus een hele familie, puur exhibitionistisch, een dode kat uit te venten op internet. Ja. Nog een kusje. Ik wil nog een kusje geven. Oh, hij wil nog even een kusje op beeld geven. Het zou mooi zijn als je nou in één keer die poot zo kak in die grindtegel hem hebt. Vader ook nog even eens. Ja, die likt wat langer een narige poes. Oh, dan was hij gewend. Ja, dan was hij gewend. Ga maar door, moet je kijken. Hij steekt zelf een kop erin. Doei, Pippi. Tot ooit. Tot ooit, ik heb er een. Dit is gewoon een kind van je. Een kind van je. Het is eindelijk gezegd, het is gewoon een kind van je. Misschien kunnen we in het hiernaam over praten met ze. Nou ja. Weet je nog dat je altijd zo bang was? Praten in het hiernaam, maar hiernaam als met een kat. Die man is niet waarom van mijn hoofd. Waarom glipt hij altijd weg als ik binnenkwam? Ik denk dat we dat Jan en Dennis doen dingen bij Gio kunnen vergeten. Denk je niet? Omdat je te veel gelijk maakt. Nee, Gio heeft veel zelfspot. Oh, maar hopen. Goed, dan gaan we naar Emma Wotterboer en Defano Holwijn. Ach. Ja. Kijk, nu word ik als persoon natuurlijk bij de televisie hier uitgesloten. Maar deze twee hebben het ook zwaar, hoor, bij de omroep. Want Emma Wortelboer heeft zichzelf de top 1 interviewster presentator van Nederland genoemd. Ja. Ze was wel de enige, want ze heeft tot nu toe geen normaal programma ooit gekregen. Maar ook omdat ze daadwerkelijk niets en niets kan. En Stefano Holwijn, die krijgt maar geen show. Omdat hij zo... Wat is? Ja, dat zegt hij zelf. Dat zegt hij zelf, ja. Hij zegt dat, ja, dan komt er maar uitgeleurd dat ik geen show krijg. En je zou kunnen denken dat het misschien te maken heeft dat de man totaal talentloos is. Is er een reden dat jij onderdeel van een microfoon in je mond neemt? Nee, ja. Of zeg, als jij op een gegeven moment denkt, je wil iets vertellen aan ons, kan het ten alle tijde, hè? Ja, nee. Mag, hè? Nee. Maar goed, Emma Wortelboer en Stefano Holwijn. Die heet Stefano, maar die werd ooit Stefano genoemd door de minister Wopke Hoekstra. En toen zei hij, dit is een microagressie omdat ik wat ben. Wat is die? Wat is die? Ja, goed. Maar die hebben samen een heel leuk programma. En dat is een groot succes, Dennis, of niet? Ja, Happy Trending is het nieuwe programma die ze dus gezamenlijk doen. Want de NPO wil graag dat zij programma's maken. Vanwege ook om de diversiteit. Ja, diversiteit, want, gedachtegoed. Omdat dus en Stefano... En in die uitzendingen... en Emma loopt ook in die uitzendingen met dat... Wat er in de kut zat. Ja, dat zat vroeger in de snee. Ja, spiraal. Met de spiraaltjes als je in de seks oren. Hebt met een vrouw met een spiraaltje, doet mij pijn. Als ik heb wel seks gehad met een vrouw met een spiraal, dat doet mij gewoon pijn. Ik zou je vertellen, ik ken dat vriend, want ik heb ook een grote jongen. Ja? Ja. Dus maar dan doe ik het ook gewoon niet meer. Nou ja, als de vellen erbij hangen, dan denk je op een gegeven moment, laat maar hangen dan. Nee, maar je voelt het, hè? Je voelt dat doet pijn. Ja, dus ik raad iedere vrouw. Maar de gemiddelde Hollandse man heeft daar geen last van, hoor. Huh? De gemiddelde Hollandse man die heeft daar geen last van. Nou, ik wel. Dus als er vrouwen die mij bericht, en dat zijn er veel, dan wordt gewoon mondwerk. Ja, nee, dan houdt het op. Ik ga er daar niet meer in. Of in de kont, kan ook. Zit. Ja. Wat is dat?
Ja, dat vind ik zo smerig. Ja, ik vind het een gedoe. Doe je dat wel eens? Nee. Nee, vind ik gedoe. Ik vind jou wel gedoe. Ja, ik moet wel zeggen dat ik de laatste keer dat ik jouw vriendin zag, liep ze ver voorover. Je moest opbouwen met mijn vrienden op een klootzak. Nee, dat is niet leuk. Nee, als je dat doet, dan krijg je hiff aan. Dat doe ik niet. Ik had dus de laatste keer een meisje. En die is iedere keer ziek en zo nu, hè. En toen op een gegeven moment zegt ze tegen me, ja, ik blijf maar ziek, ik blijf maar ziek. Ik snap er niks van, Tess, en niks komt eruit. Nee, ik zeg dus tegen ja, de man gaat uit Afrika. Ik zeg dus tegen haar, ja. Ik zeg daar niks over. Maar zij had iedere keer kwart ziek. Ik zeg zo, leed je ook in een ritpang? Vroeg ik haar. Nou, toen zegt ze, wat is dat? Ik zeg, daar leed je ook van achter... Ja, dat is ook wel eens. Ja, dan kun je het onderop zeggen dat het misgaat. Volgende week heeft ze de uitslag. Ik laat het u weten. Maar, Emma... Ja, dat is niet uit te zetten. Wat doe je nou? Nee, ja, je kan toch godverdomme niet iedere keer in dit ding. Ik zit midden in het onderwerp. Ja, dag. Je kunt het niet iedere keer zeggen dat je hip krijgt. Maar vaak wel. Dat heb ik trending. Heb je trending? Ik heb het gezien, ja. Heb je gezien dat die Stefano Holwijn niks zegt? Nee, het gaat alleen maar Emma. Hij staat er alleen maar bij. Hij staat er alleen maar bij. Maar waarom denk je dat de NPO heeft besloten dat hij er nou bij moet staan? Ja. My lips are sealed. Ja. Maar het zou ermee te maken kunnen hebben... Nou? Dat ze misschien wat kleur in het programma wilden hebben. Ja. Hij brengt veel kleur, maar weinig cachet. Zeg ik dat goed? Maar Happy Trending heeft natuurlijk wel hele interessante onderwerpen. Zo ging het deze week over fatbikes. Oh. Ja. Ja, ik heb het gezien. Op internet worden geloof ik 3.000-4.000 keer naar gekeken. Per filmpje. Ja, per filmpje. Met wel gewoon een NPO-account. TV-programma ook, ja. Ja. Dus maar een NPO-account, kanaal. Mm. Dan worden 3.000-4.000 keer worden bekeken. Ja. Hoe zij mensen aanspreekt in het Vondelpark. Mm. Hey man. Je hebt een fatbike. Ja. Waarom? Ja. En dan zegt degene... Nou, ik wil graag een fatbike. En dan zegt ze... Oh jeetje, hij gaat wel hard. En dan zegt Stefano... Ja, niks. Ja. Ja, die zegt dus niks. Ja, dat is wel... die staat de hele tijd op zwart. Ja. Ja. Nou. Ja, nou. Hey. Maar goed, ze hebben het dan ook gehad over juice channels. Oh. En wie denk jij bij wie ze langs zijn geweest om te praten over juice channels? Ja. Farid Nazari natuurlijk. Ja, en wij werden niet genoemd. Wat de grote grap is over juice channels. De allerslechtste juice channel in heel de wereld was Rolloog. Ja. Dat is nu ook gestopt. Mm. Als de NPO iets over juice channels wil weten, komen ze toch altijd bij die Iraanse poot uit. Ja, dat is wel grappig. Ja, omdat terwijl de beste man nog nooit iets gepresteerd heeft qua dat. Maar is wel homo. Ja, en... Dat was dan ook voor de NPO een mooie aflevering, want je had daar dan Emma. Ja. De Iraanse homo. Ja. En Defano. Ja, mooi. Divers. Mooi divers. Mooi divers. Dan gaan we naar Mark van der Linden. Oeh, ja, Markie Kwarkie. Groot nieuws over Mark van der Linden. Beter bekend als Harry... Of hij stond beter bekend als Harry Daddy Top for Fun. Maar tegenwoordig bekend onder zijn naam... Beer... Top. Beertop. 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 En ik kreeg ineens een bericht van een medewerker op Schiphol. Oeh. Yo. Yo. Mark... Nou. Oké. Okay. Mark van der Linden vertrekt uit Nederland. Zwaar vermagerd en verwilderd. Hij werd net in een rolstoel door Schiphol geduwd. Ik werk op Schiphol en Mark van der Linden werd door... check geduwd, in een rolstoel helemaal onderuit gezakt en hij zat er helemaal wild uit. Hij was helemaal grijs, geen kleur meer op zijn gezicht. Doe na. Ja, dat deed mooi. Doof en slecht horen. En daarna denk je van, nou ja, misschien is het niet waar. Maar wat zie je gewoon 2 dagen daarna, Mark is op een charity event. Wat? Charity event. Oké. Okay. Ja, ik weet ook niet wat het is. Charity event, dan halen ze geld op voor goede doelen. Dat zijn donaties. Maar ik vraag me af,
hoe een man die werkelijk elk baantje die hij had verloren iets aan charity kan doen. Ja. Misschien doneert hij zijn lijf. Ja. Dat je dan 40 uur met Beertop mag spelen. Goed, Beertop zie je in eerste donderdag staan. En wat valt op aan die foto? Ja, dat hij er nog een beetje lullig bij staat, is ja. niet? Hij staat er een beetje, wankelmoedig. En inderdaad, wat vermagerd. Hij ziet er ongezond uit. En diegene naast hem, die ziet er ook niet helemaal gezond uit. Nee, maar... En hij houdt een stok vast. Hij kan niet meer recht overeind staan. Ja, zeker. Diegene die daarnaast staat, die is overigens is een van de 5 wildcards bij de televisie. Die mag wel meedoen. Zeker. Ja. Nee, maar je ziet dat hij niet lekker staat en dat hij onplezierig is. En dan denk je, nou, dat kan. Maar aan de andere kant, misschien houdt hij gewoon zo'n lul vast of een broodje hamburger. Dat zou ook kunnen. Maar... Hij komt de volgende dag met nieuws. Een statement, ja. Sommigen hebben liever dat het slecht met je gaat dan goed. Zelfs mensen die je tot je vrienden rekenen. Helaas. Ik moet ze teleurstellen, het gaat heel erg goed. En voor wie het tegendeel beweert, schrijft of vertelt, go fuck yourself. Dat is een goede tip. Maar wat blijkt nou? Hij schrijft onder die ene post dat hij nu met een cane loopt. Weet je wat dat is? Nee. Vertel toch godverdomme net zelf. Een cane? Ja. Wat is een cane? Een wandelstok. Een wandelstok? Dat schrijft hij zelf. Ja. Dus het verhaal op Schiphol klopt. Dus het verhaal op Schiphol klopt. Dus hij zal dus... Een beetje zoals de vader van Glennis Grace. Alleen dan net nog levend. In een rolstoel. Werd hij verscheept in Spanje. Dus het verhaal klopt. Die oude crystal meth junk. Die kan niet meer lopen. Dat is toch ook heftig? Ja. En hoe komt dat? Hij is top, dus... Dus het komt niet omdat hij pijn in zijn kont heeft. Weet ik veel hoe het komt. Yeah. Ja, het is junk. Als het een jaar het junk dat gaat, ja, weet ik veel. Ja, op een gegeven moment kun je niet meer lopen. Nee, niet, maar hoe kun je nog top zijn vanuit een rolstoel? Nou, daar staat er iemand erachter. Dat is die brede man, maar die met dat witte, met het witte masker. Ja. En die doet dat zo met die rolstoel. Of hij doet zo met zijn wandelstok. Oh, erg. Prachtig. Ja. Ja, dan wensen Mark veel succes met zijn revalidatie. Komt goed, Markie. En zoals Mark altijd zegt, go fuck you. En misschien is dat het wel. Dat hij nu, omdat hij geen handicap is, geen seks meer kan hebben. Ik weet het niet. Maar... Heb jij geen vriend in de rolstoel aan wie je dat advies kan vragen? Nee. Nee, ja, goed. Kun je nog seks hebben in de rolstoel, is de vraag. Nee, in een rolstoel niet. Nee, maar in de buiten dan wel. Ja, weet ik veel, joh. Ik heb mij dan schelen, joh. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Daar ben ik pas mee bezig zelf in een rolstoel zit. Het is wel mooi als je van woordvoerder in het Koningshuis 2 maanden later ineens post plaatst met... Go fuck yourself. Ja. Dan ja. kun je wel echt snel... Broep. Dan kun je wel zeggen dat het niet helemaal goed is gegaan in de tussentijd, hè. Jans Reviews. Oh, mooi programma. Ja, enig programma, we dachten. Daarom, als je een review moet geven voor dit toepoesje... Niet verritten. Oh. 3. Albert Heijn. Dan gaan we daarmee meedoen. Nou, goed. En jij hebt een mailtje gestuurd. Ik stuurde Jeroen de Goeie. Overigens heb ik al eens gezegd dat wat de Goeie in het Russisch is. Ja, lul. Heel goed. Die stuurde dus een mail van beste meneer de Goeie. Hoe kan het toch dat je al de reviews niet geselecteerd bij zit? Zij is niet bij de top 20 zitten. Dat is toch raar? Er zitten godverdomme echt waardeloze kutprogramma's bij. En Jans Reviews is een goed bekeken programma met veel abonnees. Vaak video's boven de 100.000. Waarom mag hij niet meedoen? Want die houdt zich volledig aan het reglement. Kunt u mij dat uitleggen? Ik kreeg toch een mail terug van Jeroen de Roei. En eigenlijk is het ook scoop, maar ik ben zo klaar met dat scoop roepen dat ik het niet doe. Let op. Bestie Jan, dank voor je mail. Bestie Jeroen, graag gedaan. Goed. De achtergrond is eenvoudig, op basis van het reglement. Jouw optreden in de online videoserie Roddelpraat komen daarmee niet overeen. Hey. Dat wisten we al, want we waren al bij Roddelpraat uitgesloten. We mochten niet meedoen. Liever gezegd, het hele reglement
is geschreven op Roddelpraat. Dat Roddelpraat nooit mag meedoen. Er staan allemaal dingen die in Roddelpraat worden gezegd en gedaan. En die staan opeens in het reglement. Ja. Dat was je jaar daarvoor niet, toen we onrechtmatig er nog werden uitgepleurd. Ja. Maar nu... Maar, wacht even. Jouw optredens in online videoshow Roddelpraat komen daar niet mee overeen. Even op basis van het reglement... Jouw optredens bij Roddelpraat... Dat is gek, want we hadden het over Jans Reviews, was het niet? We hadden het niet over Roddelpraat, want die was al uitgesloten. Oké. Oproepen tot zelfdoding... of het herhaaldelijk publiceren van anonieme beschuldigingen... zonder tastbaar bewijs of weerwoord... zijn volgens het reglement van de verkiezing niet toegestaan. Maar dat gebeurt in Roddelpraat. Ja. Zoals je weet zijn tolerantie en respect centrale waarden... voor televisier en de gouden televisiering. Dan valt mijn lul even uit mijn pijp, boem, op de grond. Want als jij het hebt over tolerantie en respect... is het dan niet een beetje vreemd dat je vorig jaar... een rechtszaak heb verloren omdat je iemand onterecht uit de publieksprijs hebt gesodeflikkerd. Vind ik nou niet een onderdeel van tolerantie en respect? Daar heb je namelijk de wet overtreden volgens de rechter. Dat lijkt me toch niet dat je kan zeggen, ja, nee, wij zijn echt tolerant. Het is godverdomme, of een van de dictator, ik wil zijn naam niet noemen, maar dat hij op een gegeven moment zegt, er zijn natuurlijk dingetjes niet goed gegaan, maar wij zijn toch wel het gezicht van tolerantie en respect. Nou, mooi niet. Ik zou even vertellen, Jeroen de Goeie. Jij hebt onrechtmatig een programma eruit gestolen met de publieksprijs. Dat heeft de rechter gezegd. Er is geen tolerantie en respect bij jullie te vinden. Jullie scheiden op het publiek en jullie scheiden op je eigen reglement. Dat gezegd hebbende. Gaat dat nog steeds over Roddelpraat? En dit hele verhaal ging over Jans Reviews. Ja of nee? Ja, precies. Nou, daarnaast geldt het reglement voor series, kanalen en personen. In dat kader heeft de organisatie besloten om ook de online videoseries Jan Reviews niet toe te laten tot de verkiezing. Hé? Dus, we hebben te maken met een publieksprijs in Nederland, wat uitgezonden wordt door de NPO, de Nederlandse publieke omroep, waar ik godverdomme belastinggeld voor betaal om die troep te kunnen laten maken, ja? En daar wordt dus gezegd, je kan als persoon, ondanks dat je in het kanaal wat meedoet, geen enkel overtreding in het reglement maakt, uitgesloten worden om hetgeen wat je ooit ergens anders hebt gezegd of gedaan. Dat is de puurste vorm van discriminatie en willekeur die er bestaat. Dat betekent dus, hallo, wij hebben in Hilversum een prijs en daar mag Jan Roos niet aan meedoen. Wat Jan Roos ook doet. Of al gaat godverdomme Jan Roos transseksuele vluchtelingen op een bootje op het Middellandse Zee knuffelen. Al wordt hij lid van D66. Al snijdt hij godverdomme zijn eigen lul eraf en noemt hij zichzelf Nicky. Het doet er niet toe. Hij mag niet meedoen. Want wij hebben gezegd, dit mens is fout. En dan gaat er heel veel mis. Dat betekent namelijk dat je zelfs als mens, als persoon, dus nooit af kan komen van hetgeen wat je ooit gedaan hebt. En dit zijn nou precies de mensen die dat geloven in een tweede kans. Jullie verdienen een tweede kans. Ik zit godverdomme bij Jans Reviews 3 bolletjes mozzarella te proeven. 3 blikjes Fanta te drinken. Wat is daar nou mis mee? Hoe kan je mij nou uitsluiten omwille van dat ik ook een andere online serie speel die overigens Roddelpraat is uitgesloten. Dus dan is dat boek toch dicht. Dan kan je niet zeggen, ja, maar je mag ook niet met Jans Reviews meedoen omdat je ook bij Roddelpraat zit. Dat is de reinste discriminatie. Dat is echt. Het deurbeleid van televisier is geënt op het apartheidregime van Zuid-Afrika. Dat ze zeggen, ja, komt u maar lekker in het park lopen, komt u maar... U niet, u bent Jan Roos. Nee, niet in het park lopen. U mag niet, ook niet in de bus. Ga maar lopen. Jan Roos, lopen. Nee, maar dat kan toch niet? En nu heb ik natuurlijk gelijk MC Radboudje opgebeld. Ik zeg, we gaan die motherfuckers weer helemaal naar de kloot helpen. Sue de bitches. Kort geding. Dan zal die Jeroen de paardenpik wel weer staan te huilballen als hij heeft verloren. Pak ze aan. Radboudje belt me op en zegt, ik heb het reglement nog even nagelezen. Maar er staat dus het volgende in. Bovenstaande gronden van uitsluiting van deelname kunnen betrekking hebben op de inhoud van de serie, de productie daaromheen, personen die op enige wijze betrokken zijn bij de serie en andere relevante omstandigheden.
wat hier staat in het reglement van televisie, dat zij per definitie iedereen van die prijs mogen uitsluiten. Via willekeur. Op de persoon. Zij kunnen dus zeggen, nou, Jan Roos mag gewoon nooit meedoen. Maar dat mogen ze van iedereen zeggen. Stel nou! Dat ze op een gegeven moment zeggen, één ding, maar ik wil niet dat donkere mensen meedoen. Dan mogen ze dat zeggen. Stel nou dat Jeroen de Goey, ik zeg niet dat ze is, een bijzondere hekel heeft aan Joden. Dan kan Jeroen de Goey zeggen, even één ding. Alle Joden heb ik liever niet dat ze meedoen. Stel nou dat Jeroen de Goey een hekel heeft aan transseksuelen. En die zijn tegenwoordig heilig. Niet dat het zo is, want Nicky de Jager heeft geloof ik alweer 95 van die nominaties in haar, ik wou zeggen in haar zak, maar die heeft ze niet meer. Maar stel nou, hè. Dan zou hij zeggen, geen transseksueel. Al die verbouwde types mogen niet meedoen. En weet je hoe we dat dan zouden noemen met z'n allen? En al die kutkrantjes en al die bij de NPO. Discriminatie. Dat mag niet. Maar discriminatie tegen mij mag wel. Het is een schande. Ja, en het gekste is nog, dat is het, hè, als je het dan een juryprijs noemt, kun je nog zeggen van, maar ze vinden zichzelf de grootste publiekprijs. Het is geen publieksprijs, nee. Want naast dat ze hun eigen reglement hebben overtreden vorig jaar, door ons eruit te flikkeren, overtreden ze eigenlijk nu de Nederlandse grondwet, artikel 1, het gelijkheidsbeginsel, door te zeggen, iedereen mag meedoen behalve Jan Roos. Dat is wat ze zeggen. Dat is zo verschrikkelijk fout. Dus ik zeg tegen MC Radboudje, maar dan pakken we ze toch aan dat dit gewoon discriminatie is. Zeggen ze nou, nee, wat ze dus in hun reglement hebben gezegd, dat zij mogen discrimineren. En omdat het een privéfeestje is en niet een publieksfeestje, omdat het van Bink is of Blink of weet ik voor wat, en niet van de NPA, het is een commerciële organisatie. Maar de NPO huurt ze wel in. Die huurt ze wel in, maar omdat het dus een commerciële organisatie is, mogen zij dus gewoon discrimineren aan zeg maar, een discriminerend deurbeleid hebben. En mogen ze jou zeggen, jij mag niet op ons feestje komen. Dus het mag. Mijn vereniging, televisie, is een meest smerige, gore, discriminerende organisatie die er in Nederland is. En Avro Tros, die dit uitzenden, dat zijn gewoon het doorgeefluik van de Goebbels, van het nieuwe Derde Rijk, wat er bestaat op een mediagebied in dit land. En ik zal je sterker nog vertellen. Deze mensen hebben dag in dag uit hun bek vol over diversiteit en inclusiviteit en sluiten dus mensen op persoon uit voor prijzen. Dit is echt een schande. Dit is echt een schande. Ik had heel graag die prijs willen winnen. Oh ja, ja dat weet ik. Je had het er al werken over, hè. Dan is het ook tijd voor muziek! Ah. Lekker. Hij is er weer. Madok. Ach. En die heeft zich ook zo boos gemaakt om het feit dat ook Jans Reviews was uitgesloten voor de televisie. Dat snap ik wel, ja. Dat is discriminatie. En ook een beetje racisme. Ja, daar had hij vorig jaar over gerept dat Roddelpraat was uitgesloten, maar hij is nu nog bozer. Heel goed. En pakt het weer op. Oh. Oh. Ze wisten het natuurlijk allemaal wel, maar ja goed, wij moesten het weer naar buiten brengen natuurlijk. Want dat doet de rest van de media niet, want ja, het zijn allemaal vriendjes van elkaar. Eén keer bij tegen de televisier, die wonnen we. En uiteindelijk heeft de rechter besloten dat we alles verloren. Dus en financieel gingen we naar de kloten. En we mochten alsnog niet meedoen. Nou, mol. Ja. Gouden televisie spreng. Altijd nou als ik op dit schip spreng. Koning, gouden televisie spreng. Altijd nou als ik op iets.
jou kennende, heeft hij jou nog wat promotiepraat toegeëpt. Jazeker. Ja. Madok, wat een overigens denk ik de beste rapper van Nederland is. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ja. Zou het leuk vinden als jullie hem zouden volgen op zijn Instagram. Oh. En dat is? Madok Muziek. Zeker. Ja. Want Madok Muziek verdient het allemaal. Want dat is de beste rapper van Nederland. Zond dat is een promotiepraatje? Of is dat eigen aanvulling? Nou, eigenlijk was dat het promotiepraatje wat ik vorige week moest doen. Oh, dat heb je toen... Was ik vergeten. Oké. Okay. Dus. Top! Volg de jongen. Helemaal geweldig. En dan... Ja? Madok Muziek. Op Instagram. Ja, en dan moeten we nu even blijven hangen, want nu komt ons eigen promotiepraatje. Ja. Dat is het... reclameblokje. Ja, en dat betekent dat u er nog altijd bij bent op deze speciale Koningsdag-editie. Op dit moment zit jij met dit t-shirt, loop je dan ergens in Bergen, toch? Nou, ik zit in dubio. Oh. Kijk, ik heb niks met het Koningshuis. Hm. Ik vind het Koningshuis een maffia-organisatie. Ja, dat kennen we nu wel. Ja, nou ja, goed. En dan zou ik het een beetje hypocriet vinden om op Koningsdag in een oranje t-shirt rond te lopen met... Koning Willy op de nog steeds wat forse buik. Hm. Aan de andere kant zit hier een roddelpraat logo. Ja. Wat ons ding is. Ja. En aan de ene kant vind ik het ook een beetje hypocriet. Omdat we die dingen natuurlijk ook hebben verkocht. Ja, maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat u hem hebt gekocht. Maar niet hebt ontvangen. In dat geval ziet u hier achter het telefoonnummer van degene die de kleding opstuurt. Ja, wij kunnen hem ook niet meer bereiken. Ik ga ervan uit dat hij het gewoon iedereen heeft opgestuurd. Zo niet, belt u hem dan alsjeblieft zelf. Ik heb het geprobeerd. Ik heb meerdere berichten gestuurd. Er is weer een conflict. Maar hoe mooi is het? Wat? Wat is het? Nee, ja. Ja, nee. Dat is toch alle aders. Hij heeft jou ook niks teruggestuurd. Nee, maar het conflict wordt nu al wat groter, denk ik dan. Ja. Maar ja, dat is wat het is. Ja, ja lieve mensen, als jullie mij een mailtje sturen... Want als jij full monty gaat, dan doe ik het ook. Hmm. Als jullie mij een mailtje sturen van... Godverdomme Jan, ik heb nog steeds dit niet gekregen en dat niet gekregen. Die merchandise, dat ligt niet in onze handen. Hè? Nee. Dus als je het niet krijgt, vind ik het echt heel erg. Ja. En ik vind het ook vervelend. En dat stuur ik altijd door. Maar ik kan niet meer doen dan dat. Nee. Ja, of we moeten overstappen naar een andere boer. Onderhand lijkt het daar in Groningen steeds meer een soort van sociale werkplaats. Maar ze hebben wel een telefoon, kun je hierop bellen. Als die man aan jou vraagt of je een auto hebt, nee zeggen, dan wil hij daar een schilderij van maken. Hij komt er, ja, dat is toch zo. Jij belde van de week die vet boos op, wat is dit nou, godverdomme, toen zei die man. Maar ik kan wel een portret maken van je auto. Die man is gewoon, nou ja goed, ik heb genoeg gezegd. Goed, dan gaan we naar onszelf. Ja mensen, de donaties Jan. Ik had een heel raar dingetje bij mijn duim. Nou, dan stop je maar in je mond. Ja, lekker. Awe, de donaties voor Roddelpraat op roddelpraat.backme.org. 5 eurotjes per maand om dit prachtige programma gewoon mogelijk te maken. En liever gezegd, we zitten hier verdikken op Koningsdag. Dat is niet helemaal waar. Op dit moment liggen we allebei waarschijnlijk in de goot, lallend. Maar goed, jij met je zuster, ik met een andere jonge dame. Maar dat doet er even niet toe. Jullie kunnen het programma mogelijk maken, 5 uurtjes per maand, via roddelpraat.backme.org. En omdat we niet helemaal niets terug willen doen en we geven een geste terug. Dat is een compilatie van alles wat we overhouden van deze opnames. Ja, we zitten hier ruim 2 uur en dan heb je een uitzending. Ik zie me, daar hou je ook heel veel over. En nou, de onderwerpen die dan niet meegaan, sturen we jullie op. En dan kun je denken, waarom zou ik dat doen? Nou ja, u moet al betalen voor de NPO. En u kunt betalen, zodat wij nog kunnen zitten. En dan krijg je waar voor je geld. Ja. Is het niet, Jan? Het is zeker waar. Nou ja, goed. Kijk, in ieder geval, dit programma kan anders niet gemaakt worden. En we worden achtervolgd door idioten met korte dingen. Dus als jullie ons niet steunen, ja, dan houdt het ook op. En dan is het niet leuk ook. Ja, zo is het, nee, nog. Ja, dan is zo het is het ook alweer. Nou. Maar we rekenen op jullie warmte, barmhartigheid en compassie. En ook liefde. Ja, en liefde. En dan is hij terug van weg geweest. Ja, en dat is niet zomaar iemand. Ik pak mijn telefoon er even bij. En dat is waarom? Omdat er namelijk nieuwe teksten zijn gestuurd. En dan vraag je op, ja, nieuwe teksten, waarvan dan? Witgoed van Wouter Witgoed.
God, niet zo heel lang geleden reed ze een auto finaal naar de tering, de tyfus en de pleuritis erbij. Maar ze zijn weer terug bij Roddelpraat. Onze vrienden van Wouters Witgoed. En waarom? Omdat Wouters Witgoed zei: godverdomme, is het nou toch niet een keer mogelijk om weer bij jullie te komen? Want we houden van jullie en jullie houden van ons. En ze hebben een nieuw product. Ze hebben nieuwe producten. Want wat hebben ze namelijk? Heel veel nieuwe Bosch en Siemens apparaten, koelkasten, wasmachines, drogers, inductiekookplaten. Noem het allemaal maar op. Bosch en Siemens, dat zijn de prachtigste producten nou, ooit. Nou, over Siemens zijn laatst wel veel klachten, hoor. Nee, wel, nee, joh, toch alsjeblieft op. Wil je ermee ophouden? Oh. Bosch en Siemens, fantastische producten. Ik heb ooit een Siemens gehad, koelkast. Nou, het was, iedere keer was alles bevroren van binnen. Ja, dat was ook een vrieskist. Maar dat maakt niet uit. Bosch en Siemens producten bij onze vrienden van Wouters Witgoed. Wouters Witgoed. Fantastisch en top en helemaal te gek en helemaal mooi. Ga dat halen, ga dat zien. Want Wouters Witgoed is een fantastisch witgoedbedrijf. En ze hebben niet alleen maar nieuw witgoed. Bijvoorbeeld van Bosch en Siemens. Siemens ook een heel goed product trouwens. Oud, tweedehands. Je kunt ook jouw eigen witgoed daarin leveren. En ze zijn te vinden in Schagen, Wormerveer en Alkmaar inderdaad. Wouterswitgoed.nl. Wormerveer? Ja, zit ze ook. Ja, en als het stuk gaat, kan je het laten maken door frisdrijvende polen. En dan gaan we naar nog meer vrienden van Jan. Ja. Wat zegt u van swingers speed dating? SSD, swingers speed dating. Godverdomme, vrienden van mij zeker weten. Hebben die geen Koningsdagfeestje? Waar je heen kan? Ja, ik zou even vertellen. Vorige keer had je er gezegd dat ik naar een mega gangbang ging in Barcelona. Met je vriendin? Ik ging dus met mijn dochter die kant op. Ja. En ik werd dus dan op de... Dan nog steeds een strafrechtelijk onderzoek naar. Nou, nee, ik werd dus op de Ramblas aangesproken door Nederlands. Hier Jan, ben je naar een mega gangbang? Dat ben ik met mijn dochter van 14. Ja, dat vind jij mooi, maar bij ons is dat niet normaal. Nou, misschien had ze het ook mooi gevonden. Nee, maar ik vind het niet leuk dat je dat zo grapjes maakt. En ik zou het leuk vinden als je ermee op zou houden. SSD voor mensen van volwassen leeftijd en een volwassen geest. Dat is dus uitgesloten, net als ik bij televisie. Ga daarheen. Swingers speed dating. Zoek het op je app of op de computer. En dat is eigenlijk heel simpel. Volwassen mensen die kunnen daar op zoek gaan naar seks. En stellen en vrouwen zijn nog steeds gratis. Via de code LOVE. LOVE. L-O-V-I. Want ja, die hebben ze natuurlijk ook nodig. En je hebt natuurlijk ook betalende klanten. En die betalende klanten hebben vaak een penis. En dat zijn dan de mannen. €99 voor een half jaar. En gebruik dan de code Roddelpraat voor 1 maand gratis. 150 voor een jaar. Ook Roddelpraat. Een maand gratis. Maar wat ik raar vind. Ja. Is het niet een soort van vorm. Ik kreeg bericht over van discriminatie. Dat vrouwen gratis mogen. Maar mannen niet. Nee, dat is geen discriminatie. Nee, de meest gediscrimineerde man van Nederland vraag hierna naar. Wat en stel nou, je meldt je aan, kijk nou even, je gaat stel. Zo'n website, zo'n app, dat leeft toch bij de gratie van vrouwen en stellen? Hmm. Ja, toch niet bij de gratie van mannen. Mannen die willen altijd wippen, die zijn altijd horny. Dus jullie werden in Barcelona wel gemist als stel, want daar is een tekort aan. Dan gaan we naar Stucadoorcollectief.nl. Stucadoorcollectief heeft een geweldige klus binnengehaald. Dat zie je hierachter. Een hotel Hartje Amsterdam mogen ze volledig renoveren. Door ons. Door ons. Dus ik hoop dat we een bonus kunnen krijgen. Nou ja, inderdaad. Krijg je een bonus? We kregen een etentje. Ja. dus dat gaat helemaal top hier. Want het Stucadoorcollectief vandaag bellen en ze zijn morgen aan het werk. Die blijven maar personeel aannemen. En dan kun je ook alle klussen aannemen. Ja, vind je het gek? De grens is dan godverdomme open in het land. Het personeel komt binnen wandelen. Die kun je voor een appel en een ei aan de slag zetten. Precies. Ja, dus stuur hun een mail en noem daarin Roddelpraat voor extra korting. Goh, prachtig. Ja. Mooi. En moeten we deze kortingen nog opnoemen die hier staan? Nee, wel echt al vaak gedaan. Ja, doe het toch maar één keertje nog. Alleen deze maand badkamer vanaf €6.000. Aanbouw van huispand van 900 per kubieke meter naar 845 per kubieke meter. Schilderen van wanden, €12 per vierkante meter, nu naar 8.
en het stuk van wanden van 8 euro, 18 euro per vierkante meter naar 13,50. Kost geen reet, maar wel kwaliteit bij stukken door collectief. En morgen aan het werk. Nou ja. .nl. Morgen niet, want dan hebben ze allemaal een kater. Want ze zijn natuurlijk ook allemaal aan het suipen vandaag. Nee, die luif hier alleen. De Ramadan. Ja. Oh ja, dan kunnen ze de hele dag gewoon lekker stukken. Dat bedoel ik. Allemaal hartstikke goed. En je hoeft ze niks te eten te geven. Nou, dat is ook makkelijk. Je hoeft ook niet te zeggen, meneer de stucadoor, wilt u misschien een kopje koffie? Die zeggen, nummer voor, Ramadan. Nou, prima, dat is goedkoop ook. In ieder geval, wij willen u danken namens Roddelpraat voor het kijken naar deze prachtige uitzending. Steun ons op roddelpraat.bekker.org. Doe dat vooral, want anders zakt het imperium in. En lang leven de Republiek. Geniet van uw Koningsdag. Dag.